Nederland verandert en de zorg verandert mee. In Nederland krijgt iedereen de zorg die nodig is. Of u nu hoog of een laag inkomen hebt, of u nu jong of oud bent. Dat blijft zo en daar mogen we trots op zijn. Maar de samenleving verandert. Daarom moet ook de manier waarop we de zorg organiseren veranderen. Als mensen langer thuis willen wonen, zal de zorg daarop in moeten spelen. Als mensen meer zelf willen regelen, moet dat kunnen. Als de zorgvraag blijft toenemen, zullen we nog beter op de kosten moeten letten en kunnen we garanderen dat iedereen ook in de toekomst de zorg krijgt die nodig is. In 6 afleveringen met als thema Zorg, Wonen en Welzijn 2015 wordt op initiatief van Omroep Noos, zorginstellingen Baldenborg Groep, Saxenburg Groep en met medewerking van de gemeente Hardenberg vooruitgekeken naar de veranderingen op 1 januari 2015. Met ingang van deze datum krijgt de gemeente een aantal belangrijke nieuwe taken op het gebied van werk, zorg en jeugdzorg. Ook voor de gemeente Hardenberg geldt dat deze taken straks naar de gemeente komen. Zo wordt de gemeente onder andere verantwoordelijk voor de jeugdzorg en dagbesteding voor onder andere mensen met een verstandelijke beperking. René de Vent is coördinerend wethouder voor deze nieuwe taken. Hij is nauw betrokken bij de voorbereidingen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat de gemeente Hardenberg op 1 januari 2015 klaar is voor haar nieuwe taken. In de nieuwe WMO, Wet Maatschappelijke Ondersteuning, vormt de mantelzorg en vrijwilligerswerk een van de belangrijkste fundamenten onder de wijzigingen van het zorgstelsel. In de nieuwe werkwijze van de gemeente gaat men uit van een samenleving waarin mensen in de eerste instantie zorgen voor zichzelf en elkaar. Wanneer dit niet mogelijk is, ondersteunt de gemeente. Vrijwilligers en mantelzorgers zijn dus heel belangrijk. In deze 4e aflevering van Zorg, Wonen en Welzijn 2015 met als onderwerp mantelzorg en vrijwilligerswerk. Wethouder René de Vent praat u bij over onder andere wat als iemand geen mantelzorgers in de buurt heeft. Wat gebeurt er dan? We nemen een kijkje bij Freek Pijltjes, voorzieningen, clusterhoofd, Baldenborg Groep, dagactiviteiten bij Landhoeven, Zwieseborg en worden bijgepraat door René Brus, eveneens voorzieningen, clusterhoofd, dagactiviteiten bij Korenmolen Windlust in Radewijk. Monique Timmer, coördinator en Lijntje Moons, bestuurslid Stichting Hospice Dedersvaart, geven aan hoe belangrijk vrijwilligerswerk is voor het familie Assenhuis. Dan zijn er weer tips, veilig wonen en sluiten af met een vooruitkijk naar aflevering 5 van Wonen, Welzijn en Zorg 2015. Ja, de mensen die nu gebruik maken van een dagopvang, die behouden nog wel ook die mogelijkheid om die dagopvang te gebruiken. Want de mensen die nu al een indicatie hebben voor dagopvang, daarvoor hebben we gezegd, in 2015 blijft die gewoon doorgaan. Want mensen moeten ook de gelegenheid hebben om te wennen aan een nieuwe situatie. En dat betekent dus voor mensen die daar nu gebruik van maken, dat blijft in 2015 nog gegarandeerd. Zo net hebben we onze wethouder, meneer René de Vent, gehoord in de Van Denemarken in Dedersvaart, waar dagopvang wordt geboden. Hier zijn we op de Zwieseborg. Hier wordt dagbesteding geboden aan mensen met een verstandelijke beperking. En ook hier zullen we de gevolgen van de WMO ervaren. Onze cliënten die hebben hier een prachtige werkomgeving en ervaren hier ook een enorme goede werkplek. Ze werken hier in de dierverzorging, in een hotelschoonmaak en in het terreinonderhoud. Ze worden begeleid door professionele begeleiders, maar de gevolgen van de WMO die zullen daarin toch wel voelbaar zijn voor onze cliënten. Ze zullen minder begeleiding krijgen en met minder begeleiding toe moeten. Onder andere wordt er gesneden in de leidinggevende laag bij de Baldenborg Groep. Er zal minder sturing zijn aan de professionele begeleiders en er zal gesneden worden in het aantal begeleiders dat deze cliënten begeleidt. Dat legt druk bij deze cliënten. Ze zullen vaker alleen hun werkzaamheden uit moeten voeren en minder snel een beroep kunnen doen op hulp van onze begeleiders. Alle dagactiviteitencentra van de Baldenborg die zullen de gevolgen voelen en die zullen daar een oplossing voor moeten bieden, met minder begeleiding toe moeten om te proberen de dagbesteding zo goed mogelijk draaiende te houden. Onze zorggasten die hier komen, die hier een hotelovernachting doen, die moeten het goed hebben hier. En die krijgen dus een geweldig goede maaltijd hier aangeboden, hebben een keuze in diverse à la carte menus. Wij zullen toch toe moeten met wat minder luxe hier zo. En dus ook met wat minder koks, wat minder bediend personeel.
En we zullen moeten proberen om onze omzet te verhogen. Want we zijn onderdeel van de Baldeborg Groep. Wat betekenen de woorden van René de Vent nu voor de Zwiezenborg? Voor de Zwiezenborg betekent het dat we als onderdeel van de Baldeborg Groep nog meer op onze centjes moeten gaan letten. Moeten proberen om nog meer omzet te maken en kosten besparen. Bijvoorbeeld op onze koks. Onze koks begeleiden ook onze cliënten. We zullen toe moeten met wat minder koks en dus ook met wat minder begeleiding. We gaan een beroep doen op nog meer zelfstandigheid van onze cliënten. En we zullen vrijwilligers daarvoor inschakelen. En we zullen stagiaires daarvoor inschakelen. En we gaan ons best doen om dat zo goed mogelijk te doen. Maar we zullen met onze cliënten een omslag moeten maken. En dat gaat vast wel lukken. Maar we hebben nog een lange weg te gaan. Want we zullen een omslag moeten maken. Een voorbeeld waar die omslag niet hoeft gemaakt te worden, dat is bij de Radewijkermolen. Daar gaat mijn collega iets nieuws op starten. En die gaat al vanuit de nieuwe wetgeving denken en op die manier daar handen en voeten aan geven. U kunt zich voorstellen dat die omslag naar kostenbesparende maatregelen, dat die zich laat voelen voor onze cliëntmedewerkers. Er zal nog veel water door de vecht moeten stromen voordat het zover is. Er is een nieuw project in de Radewijkermolen. Mijn collega René Brus die zet daar iets nieuws op. En die doet dat al volgens de nieuwe regels van de WMO. Daar kunt u ook gaan kijken en kunt u zien hoe dat verloopt. De transitie van de WMO naar de gemeente toe heeft voor ons geleid om een nieuwe vorm van zorg te bieden. In ieder geval het bieden van dagactiviteiten. We hebben daartoe een molen kunnen krijgen, in ieder geval kunnen huren van de familie Ten Voorde. En die molen zit hier achter u. De Korenmolen Windlust te Radewijk. We hebben gekeken van hoe kunnen we dit gaan doen. Wat we willen is een nieuwe vorm van het bieden van dagactiviteiten, dagwerken voor mensen met een verstandelijke beperking, maar ook andere mensen. We hebben gemeten om andere doelgroepen erbij te betrekken. Zo hebben we Pro Hardenberg benaderd. Die zullen hier stageplekken gaan krijgen. USG Restart hebben cliënten die eigenlijk ook graag willen werken, maar die op dit moment niet in het reguliere arbeidsproces terecht kunnen. Die kunnen nu terecht bij de Korenmolen Windlust. En zo zullen er steeds meer doelgroepen participeren in het project. Ik zal nu even naar binnen lopen. Dan kunnen we even laten zien hoe het er verder uitziet binnen en wat we hier gaan doen. Dat zal ik binnen uitleggen. In de Korenmolen willen we mensen een werkplek bieden. En dat is op velerlei manieren. Een werkplek, het werken in een winkel. Een werkplek, het inpakken van meel. We hebben hier heel veel soorten meel. Ik pak hier zo een meelsoort cranberry cake mix. Een heel gangbare meel. De kruidkoekmix is erg populair. Dus in principe zijn hier allerlei mixen te koop. Verder hebben we brood. Brood wordt verkocht, dagvers brood. We zijn nu bezig nog met de verbouwing. Hier kun je nog een plaats zien. Hierachter wordt een nieuwe bakkerij gebouwd. Waar een eigen bakker, twee bakkers in dienst komen die cliënten begeleiden. Die 6 dagen in de week brood gaan bakken. En dat brood, dat wordt weer gebakken ook voor de voorzieningen van de Baldeborg Groep. Maar ook voor voorzieningen van andere zorgorganisaties die wij als klant krijgen. Dat willen we gaan doen. Doordat we die producten allemaal maken, verkopen, kunnen we extra geld genereren. En met dat geld kunnen we eigenlijk een goedkopere vorm van dagbesteding, dagactiviteiten, dagwerk leveren voor mensen die eigenlijk niet kunnen participeren in het reguliere bedrijfsleven. Hoe gaan we het verder doen? We proberen verder nog heel veel andere producten hier aan de wand te brengen. Producten van dagactiviteitencentra. De schollen, de holten. Hier hebben we bijvoorbeeld de huisjes, de zaken die gemaakt zijn door de cliënten van de holten en de schollen. En die worden hier ook verkocht. We hebben hier de mooie fakkels die in het schilder gemaakt worden, die worden hier ook verkocht. Die hebben van het zomer zijn ze veel verkocht aan vakantiegasten hier op de campings in de regio. Dat is natuurlijk ook een belangrijke klantenkring hier binnen de molen. Hoe gaan we het straks aanpakken als straks de molen klaar is? Er werken nu al cliënten binnen het inpakken van het meel. Wat willen we straks gaan doen? We willen straks ook via de jobcoach methode. En dat is een methode dat eigenlijk in een bedrijf als dit, 2 bakkers werken, een molenaar werkt,
Die zorgen voor de dagelijkse gang van zaken. Die begeleiden in principe als vakkundigen de cliënten die hier als vakkundigen straks aan de slag gaan in de bakkerij of in de meelproductie. En er komt een zorgverlener die coacht de vaste medewerkers, dus de bakkers en de molenaar, om de cliënten de juiste begeleidingsvorm te bieden in het proces. Je moet je voorstellen dat het heel lastig is om als een cliënt hier binnenkomt, hoe het werkt in een bakkerij. Hoe je een brood moet voorbereiden, hoe je een brood moet afbakken. De bakker weet precies hoe die moet bakken. Nou, dan gaat hij samen met die zorgverlener om de tafel om te kijken hoe kunnen we de cliënt dat aanleren om dat bakproces te volgen of een deel van het bakproces te doen. Nou, dat is wat we heel graag willen. Dus in kleine stapjes heel veel mensen met een beperking of anderszins die niet in het reguliere arbeidsproces een plek kunnen vinden, hier wel een werkplek te kunnen bieden. En wat vind ik belangrijk aan het bieden van die werkplek? Dat je je eigen waarde kunt vergroten in het werk wat je doet. Dat je je daar prettig bij voelt, dat je daarin kunt groeien, dat je daarin kunt ontwikkelen. En het mooiste zou zijn dat ze elkaar stimuleren om elkaar te ontwikkelen. Nou, daar ga ik voor. Daar gaan wij als Baal de Borggroep voor. En dat willen we hier eigenlijk eigenlijk presenteren en realiseren. Met de transitie van de WMO naar de gemeente toe per 1 januari 2015. Dat vraagt anders denken van de organisaties. Dat is mede een reden om te kijken van goh, kunnen we op een andere manier geld gaan verdienen om de zorg efficiënter en effectiever te maken. Zo zijn we bij de Korenmolen Windlust gekomen op creatieve oplossingen. We hebben hier. Hierachter zijn we dus nu bezig om een hele bakkerij te gaan bouwen, waar de cliënten straks hun werk gaan doen. We moeten creatief blijven met het budget. Ik heb bijvoorbeeld de bakkerij, we hebben de bakkerij van de Korenmolen ingericht met toch tweedehands spullen. Om ook daarin te kijken of we kosten kunnen drukken. Daarnaast zit hier achter een hele mooie cabine. We konden kiezen voor een heel duur kantoor te bouwen met een kantine. Maar goed, daar hadden we het geld niet voor. En we hebben gekeken hoe kunnen we dat altijd op een creatieve manier oplossen. We hebben twee units naar binnen gereden, aan elkaar gekoppeld. Cliënten gaan die zelf saus en schilderen naar eigen goeddunken. En op deze manier hebben we toch onze voorzieningen die aanwezig zijn. Dus we hebben straks een geoutilleerde bakkerij met twee. Met tweedehands machines, ovens, koeling, diepvries. En daarnaast in principe een prettig en voldoende kantoor en kantine. En daar gaat het ons om. Het blijft dat we als zorgorganisaties heel creatief moeten blijven denken. We moeten meer gaan kijken naar hoe kunnen we goedkoper dagactiviteiten bieden aan onze cliënten. En toch voldoende budget te hebben om kwalitatief goede dagactiviteiten te kunnen bieden. Zo hebben we natuurlijk binnen de Baal de Borg meer voorzieningen, zoals het gilde, de Zwiezenborg, de wasserij, de koppeling, waar gewassen wordt door cliënten. De eigen was van de hele organisatie wordt daar voorzien, wordt daar gedaan en wordt weer afgeleverd in de voorzieningen. Daarmee zie je dat je met creativiteit heel veel kunt bereiken. En met samenwerking tussen de verschillende partijen kun je nog meer bereiken. Dus samen sta je sterk en kun je, denk ik, kwalitatief goede zorg blijven leveren voor de toekomst. Toekomstbestendige zorg, zo zou ik het willen noemen. Familie Assenhuis in het hospice Dedersvaart geeft bij monden van Monique Timmer, coördinator, en Lijntje Moons, bestuurslid van de stichting, dat ook in het hospice vrijwilligerswerk een belangrijk onderdeel is tijdens de dagelijkse werkzaamheden.
Een hospice in Dedemsvaart is een hele aanwinst voor het hele dorp. We hebben niet alleen gasten uit ons dorp, maar ook voor de wijde regio. En omdat er nog geen voorziening als een hospice hier in Dedemsvaart was, zijn we heel blij dat dat nu het geval is. Een hospice is een plaats waar mensen, gasten zoals we ze noemen, hun laatste maanden of weken door kunnen brengen. Nadat ze van de arts te horen hebben gekregen dat het leven ophoudt, dat je ongeneeslijk ziek bent, terminaal zoals we dat noemen. Het mooiste is het om in een eigen omgeving te sterven. Maar als dat niet mogelijk is, dan is er een hospice een hele mooi alternatief om dat te doen. Wij draaien met twee coördinatoren hier het hospice. Maar daarnaast zijn vrijwilligers heel belangrijk. Wij zijn niet zonder onze vrijwilligers, omdat wij in uren van 4 uur werken. Wij hebben hier 4 vrijwilligers op een dag die dan 4 uur een shift draaien. En we hebben 40 vrijwilligers hier in de hospice rondlopen. En die doen taken die verschillen van de tuin, het boodschappen doen. Natuurlijk is de gast het allerbelangrijkst, dus de aandacht voor de gast en de familieleden daaromheen. Het is eigenlijk zoals we dat ook graag zien als je thuis bent. Dus het is een bijna thuishuis, dus je doet hier van allerlei zaken die normaal thuis ook gebeuren. De was, de boodschappen, het koken. Met die verstanden dat dat voor de gast en de familie die hier zijn op een prettige manier gebeurt. Oké, wij draaien hier met een hele grote groep vrijwilligers. En het is misschien wel mooi om te benoemen dat de vrijwilligers en de mantelzorg, dat ligt flinterdun bij elkaar. Die taken overlappen elkaar. Ze vullen elkaar aan en soms is er een strenge scheiding of een hele directe scheiding en soms loopt dat vloeiend in elkaar over. Ik bedoel, is er familie op bezoek van de gast, dan gaat die ook wel eens met de gast op stap, een boodschapje doen, een visje eten, een ijsje eten, gewoon gezellig. En andersom kan het ook. Het kan ook zo zijn dat de familie op bezoek is en dat de vrijwilliger zegt van goh, ik moet even een paar boodschappen doen. Is dat prima? Kan ik even weg? Nou, kan altijd. We hebben hier Greetje en Henriette op het ogenblik. En die worden straks weer afgelost door anderen. Het gaat eigenlijk, loopt het vanaf het begin af aan naadloos in elkaar over. En dat vinden we toch ook wel heel bijzonder om mee te maken. We merken ook aan de familie van de gasten dat dat een enorme steun is. En onze visie en onze missie is ook om de familie van de gast ook de kans te geven weer familie te zijn. He, dus dat je niet in de war hoeft te zitten over de was, of de boodschappen, of de tabletten die misschien nog in de apotheek gehaald moeten worden. Want dat komt de apotheek netjes hier brengen. De was wordt gedaan, de boodschappen worden gedaan. Je krijgt, ook al ben je 60, kan je weer lekker kind zijn. En dat zien wij als een, toch als iets heel moois, wat we toch maar mooi met elkaar neerzetten. He, vrijwilligers, samen met de mantelzorg. En waar precies die grens ligt, ik kan hem niet leggen, ik kan hem niet neerzetten. Langer zelfstandig wonen is een belangrijk onderdeel in de nieuwe wet maatschappelijke ondersteuning. Veilig wonen van jongeren, ouderen en mensen met een beperking lijkt vanzelfsprekend, maar is in veel gevallen niet optimaal. Menja Pullen, medewerkster van Zorgpunt Hardenberg, praat u bij over de hulpmiddelen die het wonen in veel gevallen vergemakkelijkt. Vanuit Zorgpunt kijkt u met ons mee naar de tip van de week. Zorgpunt is een onderdeel van de ouderenwinkel waar u terecht kunt met al uw zorgvragen. Elke aflevering nemen we u mee naar een ruimte in huis. Zo gaan we van de hal naar de woonkamer, nemen we een kijkje in de keuken en ook de badkamer en het toilet nemen we onder de loep. Wat kunt u in deze ruimtes aanpassen om langer zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen? Dit doen we in samenwerking met ergotherapeutes en fysiotherapeutes. Ik ga nu in gesprek met Alia Drent van de Koninklijke Fysio. Zij houden een 2-wekelijks spreekuur bij ons in de winkel. En zij geven advies op ooggebied voor mensen die blind of slechtziend zijn. Hoi Menja. Hoi. Derde keer dat ik hier nu ben. En ik vind het wel heel
mooi om nu te merken dat er langzaam maar zeker echt mensen met gerichte vragen beginnen te komen. Ik heb zojuist een mevrouw die zich aanmeldde hier als klant. Een mevrouw met maculadegeneratie. Ze zag dit nog. Oké. Oh ja. Dat is wel heel weinig, ja. Ja, maculadegeneratie kan je dus in het centraal, in het midden, dus helemaal niks meer zien. Je zult alles via de zijkanten, via je gezichtsvelden, wat aan de zijkant zit, zeg maar, zul je nog kunnen kijken. Ja. Wat dus heel erg vermoeiend is. Ja. Ja. Je moet steeds je hoofd bijzetten. Ja, klopt. Ja. Je blijft continu zoeken. Ja. En wat deze mevrouw dus ook al aangaf, daarom heb ik ook hier even telefoons klaargezet. Die mevrouw die zegt ook van, ik heb een aantal kinderen in de buurt wonen, maar opeens merk ik, ik kan ze helemaal niet meer zelf lezen. En hoe bereik ik die kinderen? En hoe kan ik nu de huisarts bellen en alles? Dus eigenlijk zou je weer eens even die bril op moeten zetten en dan eens even zelf moeten ervaren van, wat is het verschil tussen een witte en een zwarte telefoon? En hoe werken die knoppen dan? Wat zie je eigenlijk dan nog? Ja, hoe groter hoe beter. Ja, hè? En het contrast van deze is veel beter als die. Ja. Ja, want die linkertelefoon heeft dan als voordeel dat die vaste nummers eronder kan hebben, geheugentoetsen zeg maar. Mm-hmm. Dus daar kan je dan zeg maar de huisarts, de taxichauffeur, de vaste kinderen die in de buurt wonen, die kan je daaronder plaatsen. En deze heeft het voordeel dat die aan de linkerkant zeg maar een aantal grote knoppen heeft. Maar als je echt maculadegeneratie hebt of je hebt staar, dan is het soms ook nog wel handig om hier kleurtjes aan te brengen, omdat die dan weer beter opvallen. Als dit helemaal knalrood zou zijn, of geel, dat zie je dan opeens. Ik zie hier eigenlijk helemaal geen contrast. Nee, hier zou je hier echt vanuit de 5 moeten gaan werken. Ja. Elke 5 heeft een pukkeltje en daarvan uit ga je dan werken. Ja. Nou, en dan heb je deze natuurlijk ook nog. Ja, krijgen jullie hier veel vragen over? Ja, wij hebben heel veel vragen naar alarmtoestellen. Mensen willen eigenlijk niet altijd afhankelijk zijn van een alarmcentrale. Ja. En vinden het dan fijn dat ze direct in contact staan met een mantelzorger. Ja. Het voordeel is natuurlijk dat hij, wanneer de eerste persoon niet opneemt, gewoon doorbelt naar de volgende persoon. Ja. Dus ze krijgen altijd wel iemand te pakken als ze in nood zitten of het ergste geval niet kunnen bellen, zeg maar. Ja. Er is veel mogelijk op dat gebied. Ja, ja. Gelukkig wel. Ja. Ja, en er komt steeds meer. Erg fijn. Ja, ja hoor. Voor mensen die blind en slechtziend zijn, zijn er meer dan 1500 hulpmiddelen op de markt. In de winkel hebben wij daar een klein gedeelte van. Zo zijn er bijvoorbeeld mobiele telefoons met grote toetsen die mooi ver uit elkaar liggen en heel helder zijn. Heel makkelijk te bedienen ook. Om te handwerken zijn er, is er deze bijvoorbeeld. Een draad doorvoeren. Op deze manier kun je heel makkelijk je naald in de draad krijgen. Verschillende soorten loepen. Met daglichtverlichting erin. Dit is ook een hele mooie tafelloep. En bijvoorbeeld een leeslineaal die je op de tekst kunt leggen. Zodat je rustig een krant of een boek kunt lezen. Er zijn diverse sprekende horloges en sprekende wekkers. Dit is bijvoorbeeld een hele duidelijke. De tijd is 13 minuten voor 6 in de middag. Sprekende horloges. De tijd is 13:45. Er zijn ook spelletjes en hulpmiddelen voor slechtziende mensen. Zo zijn er duidelijke kaarten. Kaartenhouders, zodat je maar één hand nodig bent om de kaarten vast te houden. Kaartenhouders die je op tafel kunt zetten. Grote dobbelstenen. U heeft vandaag gezien wat voor mogelijkheden er allemaal zijn en welke hulpmiddelen er zijn voor mensen die slechtziend zijn. U heeft ook gezien dat wij samenwerken met Koninklijke Visio. Zij zitten hier elke 14 dagen op de dinsdagmiddag in de oneven weken van 2 tot 4 uur. Mocht u vragen hebben, bent u uiteraard van harte welkom bij Zorgpunt Harderberg, Kollergang 9A in Harderberg. We zijn aan het einde van aflevering 4 van Zorg, Wonen en Welzijn 2015. In de laatste twee uitzendingen hebben we getracht u een impressie te geven van vrijwilligerswerk en mantelzorg in verschillende disciplines. Volgende week is er aandacht voor langer zelfstandig wonen met wethouder Douwe Prinsen en wordt de wethouder onder andere gevraagd: wat voor mogelijkheden biedt de gemeente als ik binnenkort bij mijn kinderen ga wonen die mij gaan verzorgen? Hoe zit dat met de eigen bijdrage?
Ook wordt u bijgepraat door Henka Marsman, cliëntadviseur en Erna de Boer, zorgcontact van de Saxenburggroep. Tot slot kijkt Ricky Koopman, gebiedsmanager van de Saxenburggroep, vooruit naar de gevolgen van de hervormingen voor verzorgingshuizen en verpleeghuizen.